Bij een kleine kettingbotsing aan de stipdonk, de N612 in Lierop, is omstreeks 11 uur een gewonde gevallen. Tussen sluis 8 en 9 werd een auto die links afsloeg door een vuilniswagen over het hoofd gezien waarop het ongeluk gebeurde. De inzittende van het voorste voertuig raakte licht gewond. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend.